Een samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen. Lange tijd was het ondenkbaar, maar gisteren is het groeidocument ondertekend. De culturele samenwerking tussen beide steden is hiermee een feit. Sander Grijzen, directeur van de Music Meeting, vertelt hierover. Wij zijn Cultuurnetwerk Arnhem en Cultuurnetwerk Nijmegen zijn 2 jaar geleden begonnen met samenwerken. In ieder geval, we zijn gaan kijken of we willen samenwerken en hoe we dat zouden kunnen doen. De gemeente en de provincie zijn daar ook bij betrokken. En uiteindelijk heeft dat geleid tot enorm veel energie en heel positieve ideeën. En die hebben we allemaal samengebracht in een groeidocument. En dat is een eerste idee. Een eerste gedachte op papier bij hoe we de samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen op cultureel gebied zouden kunnen vormgeven. Grijzen legt uit waarom het eigenlijk zo bijzonder is dat Arnhem en Nijmegen voor die samenwerking kiezen. Ik denk dat samenwerking sowieso belangrijk is. Maar van oorsprong zijn Arnhem en Nijmegen nou niet echt de beste vrienden. En het is wel verrassend dat het nu eigenlijk zo goed lukt en dat we zulke mooie dingen kunnen maken samen. Ik weet, misschien kon het eigenlijk altijd al. En is het veel meer een voetbalprobleem dan een cultuurprobleem. Met het ondertekenen van het groeidocument kan de samenwerking van start gaan. En de partijen hopen volgend jaar samen met de eerste uitwerkingen te komen. Ik kan namens mezelf spreken. Ik ben directeur van Music Meeting in Nijmegen. En ik ben nu aan het kijken of ik bijvoorbeeld mee kan doen in de Arnhemse Kunstnacht. En daar ook aan het publiek kan laten zien wat Music Meeting doet. En zo zijn er allerlei dwarsverbanden. Proberen we Nijmeegs publiek naar Arnhem te krijgen. Arnhems publiek naar Nijmegen. Gaan we kijken of we aanbod kunnen delen. Zodat er gewoon meer aanbod is en meer publiek.